Marco Verijn, trainer van Portugal. Ja, je gaat met opgeven hoofd de Rijnmond Club uit, maar je ziet er niet echt blij uit. Nee, ik denk dat wij gewoon vandaag ons uitduur hebben verkocht en op een goede manier. En, wat je ook al zei, dat we het gevoel de na-competitie ingaan met deze groep. En dat was wel de bedoeling na de afgelopen week. Want je hebt op zich een goede wedstrijd gespeeld, hè? Ik vond ons heel goed spelen, denk ik. En dat laten we wel zien als we tegen goede tegenstanders spelen, dat we goed kunnen spelen. En ik denk dat net voor rust een besluit wordt genomen en net na rust een besluit wordt genomen wat de hele wedstrijd gaat kantelen. Dan heb je het over de scheidsrechter in dit geval. Ja, deze man die nam een verkeerde beslissing in mijn ogen. Maar, ze zijn er ook en lijkt wel dat hij achteraf geen hand wil geven dat hij zijn excuus niet wil aanbieden. Nou, dat is heel vervelend. Belangrijkste is aanstaande zondag, hè? Dan speel je tegen Wilhelmus. Je zei dat je met goed gevoel naar die wedstrijd toe leeft. Wat verwacht je van die wedstrijd? Want dat is nu voor jou het belangrijkste, denk ik. We zijn het hele jaar bezig om de doelstelling te bereiken. Dat is na competitie, daar zijn we nu. Ik denk dat we natuurlijk nu met ADO Den Haag, Wilhelmus en Jaïnt niet de topfavoriet zijn van de na-competitie. Maar ik denk dat we daar maar van moeten profiteren. Heb je veel tijd om te balen nu? Nee, ik heb die gasten een diep compliment gegeven. Als Baan er natuurlijk bijna een zak en as zit en in mijn beleving alleen met Zalas in de eerste helft een kans krijgt. Ja, dan hebben wij het gewoon heel goed gedaan. Dus we moeten niet van balen. We moeten gewoon herstellen en op weg met een goed gevoel naar Wilhelmus aanstaande zondag. Dankjewel.